heb een aantal veteranen gezegd, desnoods duw ik jullie de brug over. Maar op die manier kunnen we laten zien dat we ook 75 jaar na dato in deze regio nog steeds vol eerbied terugkijken op hen die hun leven gaven en hen die echt een heel grote gevaarlijke omstandigheden die meesten van ons hopelijk nooit hoeven mee te maken hun leven gewaagd hebben. Als een symbool voor al diegenen die gevallen zijn, zowel burgers als militairen. Dus dat belooft een mooie tocht te gaan worden. Meer dan alleen maar 48 lampen die dan uitgaan, want dat is de klassieke Sunset March, maar er zal ook wat meer licht bij komen.